Je hebt een heel goed team staan dit seizoen, denk ik. Ja, maar in principe hebben wij in Landsmeer hier al jaren altijd goede teams gehad. Dus, er is toch wel een schepje bovenop. Hè? Als je kijkt naar vorig jaar, Annette Horelika is verdwenen, maar er zijn drie Nederlandse toppers voor in de plek gekomen. Ja, ja, daar ben ik zeker content dat het zo is. En wij hebben een goed team, maar dat hebben wij ook natuurlijk, zullen we zeggen dat het mazzel is. Dat en Sharon en Mirte en Fieke zeggen, nou, we willen niet meer in het buitenland gaan spelen. Dus zij vestigen zich, tenminste Mirte of Sharon bedoel ik en Fieke, hier in Amsterdam. School, werk enzovoort enzovoort. Nou ja, lijkt me wel een logische stap, ook voor hun zelf. Mirte Belt, terug in Nederland. Ja, klopt. Ja. 2 jaar, 3 jaar in het buitenland? 2 jaar in het buitenland gespeeld. Ja. Duitsland, Spanje? Duitsland en Spanje, allebei, klopt. Hoe was die ervaring? Ja, was super. Vooral eerst in Duitsland een jaartje gespeeld. Nou, merk je wel dat het niveau een stukje hoger is. Maar met name in Spanje is het toch allemaal nog wel net weer een stapje sneller en tactisch wat slimmer. En dus een hele ervaring. Daar speelde je ook eigenlijk in een topteam, hè, in Spanje? Ja, we zijn uiteindelijk derde geworden van de Spaanse competitie. Ja, dus wel echt van de top van de Spaanse divisie. Hey, je hebt nu gekozen voor Amsterdam, Lone Island, zeg maar. Waarom? Toch om ook echt weer terug te komen op mijn oude niveau. Ik heb natuurlijk een jaar niet gespeeld. En ik ben heel benieuwd hoe mijn blessures en mijn lichaam het zich dan ook houdt. Bovendien vind ik het een van de professioneelste teams ook hier in Nederland. We hebben een leuk team, een gezellig team die staan. En Sharon natuurlijk ook weer terug hier. Ja, want het is 3 jaar geleden dat je voor het laatst met haar gespeeld hebt. Precies, ja, 4 jaar zelfs. Ja. Dus daar heb ik ook gewoon weer heel veel zin in. En ik heb gewoon weer heel erg zin om gewoon weer lekker te kunnen basketballen. Want dat heb ik wel heel erg gemist. Kijk, wij hebben wel grootste plannen zoals altijd. Ja? En we willen ook wel hoger enzovoort. En in de toekomst is dat 1 keer Europa Cup spelen. Is dat in de Belgische competitie, sterkere competitie op een of andere manier. Dus deze fundament of basis van goede Nederlandse speelsters is voor ons heel erg belangrijk. En zoals ik zei, niet zozeer voor Nederlandse competitie dat je dan alles moet winnen met 30 eventueel. Dat moet je ook nog wel kunnen bewijzen natuurlijk. Maar ook voor oog voor de toekomst. En dan hopen we dat die meisjes wel tevreden zullen zijn dat ze bij ons ook blijven. Eigenlijk na 3 jaar in Duitsland gespeeld te hebben. We hebben het afgelopen seizoen heel goed gedaan. We zijn tweede geëindigd. En ons team viel een beetje uit elkaar. Dus ik had echt zoiets van of ik moet echt verder of ik ga terug. En ik wou nog graag mijn masters doen. Dus ik heb besloten om toch maar terug te gaan naar Amsterdam. Nu in Landsmeer bij Lone Lions. Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, in het verleden hebben we al vaker eens gesproken met elkaar. En eigenlijk op het punt zeg maar, dat we uiteindelijk toch gekozen hebben voor naar het buitenland te gaan, Landsmeer eigenlijk ook al wel in de picture. Dus dat zat er altijd al wel. En ik had wel zelf het idee eigenlijk altijd om naar het buitenland toch wel weer terug te keren. Ook wel weer naar Amsterdam en inderdaad om dan bij Landsmeer te spelen. Ook beter voor je carrière waarschijnlijk. Ik bedoel, je maatschappelijke carrière. Ja, dat sowieso. En nu kan ik het zeg maar werk, basketbal en alles. En ook het sociale leven kan ik combineren hier. Dus eigenlijk komt hier alles ook alweer samen. Even veel wacht je van dit seizoen bij Lone Lions? Je speelt in meerdere teams, hè? Ja, klopt. Ik speel ook in 120. En ik verwacht gewoon dat het een leuk seizoen gaat worden. Gewoon leuke wedstrijden met 120 spelen. En kijken wat ik allemaal mee kan pikken bij Dames 1. Wat is jouw ambitie op basketbalgebied? Zoveel mogelijk gewoon uit mezelf halen en kijken hoe ver ik kan komen. Een maximale bereiken voor wat ik zelf kan. En, zo. En daar heb je ook alles voor over? Ja, eigenlijk wel. Toen heb je gekozen voor Lone Lions? Ja, Amsterdammer, hè? Dus dan kom ik in de buurt spelen. Ja. Je bent gewoon weer terug in je thuisstad, hè? Eigenlijk wel, ja, heel fijn. Wat zijn je ambities voor dit seizoen? Nou ja, het mogen duidelijk zijn dat we zeker in deze teamsamenstelling maar 1 doel moeten hebben en dat is prijzen pakken. En daarnaast wil ik laten zien dat ik echt de afgelopen 2 jaar me als speelster heb ontwikkeld en dat ik op mijn positie een team op sleeptouw kan nemen. Dus persoonlijk dat en als team moeten we gewoon kampioen gaan worden. Ja, positie is de 5 of de 4? Zo ongeveer, zo kan je het best omschrijven. Ja. Iets ertussenin? Iets ertussenin. Een beetje klein voor een 5, een beetje sneller voor, of te langzaam voor echt een 4. Dus. Wat gaat je rol worden in het team? Ja, het moet gaan blijken hoe dat gaat spelen. We hebben veel ervaren meiden, ook veel meiden die al lang meedoen in de Eredivisie. Dus, en er is maar 1 bal, dus we moeten het goed gaan uitzoeken hoe we het verdelen. Maar ik denk dat ik zeker op mijn positie tips kan geven voor jonge meiden. En voorop in de strijd, want dat is mijn kwaliteit. Hard werken, hard rennen. En dan komt Laki Lakner als coach, wat verwacht je daarvan?
ben heel benieuwd. Het gesprek was goed. Het is meteen een klik. Ik hou wel van een beetje rauwe humor en Amsterdamse hardheid, zeg maar. Dus, dat Kroatische hardheid. Dat ook nog erbij. Oostblokcoaches niet altijd goede ervaringen mee, maar kom vast goed. De eerste indruk is echt heel goed.